Morgen is het zover, de Ronde van West. Ik ga vandaag een duurloop doen, gewoon 17 kilometer loslopen. Ik ga denk ik een enkele doen, geen dubbele, want ik wil toch morgen een klein beetje goed aan de start staan. We hebben niet getaperd, dus het is gewoon een wedstrijd tussendoor. Dus morgen, Ronde van West, heel veel zin in en nu is het even duurlopen. Ik heb mijn oortjes in de wasmachine gedaan en ik heb ze daarna in een bakje met race gelegd. En ze zijn nu hartstikke schoon en ze werken nog. Dus oortjes zijn gecleaned en we kunnen er weer mee gaan lopen. Super chill. Ik ben blij dat ze nog werken in ieder geval. Het is lekker weer, het is niet super heet. We zitten nu op 6 kilometer, net een jelletje op. En rustig aan, want ja, wat ik al zei, morgen is de wedstrijd, dus niet te gek doen, rustig trainen. Zo, dus lekker zweten, want het was toch nog wel wat aan de warmere kant. 18 kilometertjes, heerlijk gelopen. En vandaag gaan we gewoon rusten. We gaan even letten op wat we eten, zodat we morgen geen last krijgen van onze maag tijdens de 10 kilometer. En ik heb er heel veel zin in, dus daar ga ik jullie ook in meenemen. Dus lekker duurloopje, de eerste erop van deze maandag. Helemaal top. Ik heb van Alteryx Alphafly 3 Electric opgestuurd gekregen. Deze prachtige, prachtige wedstrijdschoenen zien er vlijmscherp uit. Kijk hoe snel. Super snel. Ik heb een filmpje gemaakt om deze schoenen even in een mooi daglicht te zetten. Zoals je kan zien, valt het daglicht echt mooi. En daar zijn de schoenen. Daar staan ze ook in. Normaal loop ik altijd op maandag 2 keer. Maar vandaag niet. Gelijk uit mijn ritme. Nu even boodschapje doen. We gaan licht eten. Dus meestal eet ik gewoon rijst met kip. Een klein beetje een sausje erbij. En niet zo heel bijzonder. Maar vind ik altijd prettig voor de wedstrijd morgen. Nou, dit is het vaak. Chicken. Very nice. De rijst. En dan dit doe ik als sausje erbij. Ajam smor. Kijk het smoren. Heet het daarom smor? Destroy the ring, Frodo. Destroy the ring. I know. Het lijkt op kattenvoer, maar het is echt heel nice. Heel succes op de TV. Goedemorgen, het is dinsdag en dat betekent dat vandaag de Ronde van West is. Dus we gaan vandaag niet 2 keer lopen of op de baan trainen. We hebben een 10 kilometer wedstrijd en ik kijk er erg naar uit. Ik ga ontbijten met wat kersen, vla. Achtige spul van Alpron of zo. Was een aanbieding. En een kopje koffie. Goedemorgen. Je hebt mij gevraagd voor een dubbel threshold video te maken. Dus kijk, dit is wel handig nu. Kan ik mezelf zien. Met een schermpje. Dus video dubbel threshold. Misschien staat hij al live, maar die ben ik aan het opnemen. Kijk, ik heb een wedstrijd. En er is regen. Ongelooflijk. Ik heb gekozen voor de Alphafly 3 voor de 10 kilometer wedstrijd. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen vanavond. Ik ga weg op, niet op een bepaalde tijd, ik ga gewoon weg achter de mensen aan. Dus ik ga kijken naar wie er loopt en ik ga daarop lopen. Dus het kan een hele snelle of het kan een hele langzame 10 kilometer worden. Het is in ieder geval een stuk koeler. Het is aan het regenen, dus dat scheelt. Misschien is dat in mijn voordeel, wordt wel een stukje gladder. Ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. Ik ben lekker gepumped up om te rennen. Ik heb ietsje getaperd. En dat betekent eigenlijk dat ik dus gisteren 1 keer heb getraind in plaats van 2 keer. En vandaag niet. Dus gewoon alleen de wedstrijd. Dus op zich valt het ook nog wel mee. Maar wel heel veel zin in. We gaan zelfs vandaag in het Pointer Advies shirtje. Bam, we gaan hier mee.
Ik heb zin om vandaag in het rode shirtje te gaan. En wat ik al aangaf, de Vaporflies doen de Aeroswift tights aan. Dan moeten we wel goed kunnen blazen, dus ik ben heel benieuwd. Young Smurl, wat voor tijd ga ik lopen? Zeg het me. Wat voor tijd? Kijk, dat is van Koeker. Dat glas heb ik gewonnen tijdens de ronde van Kralingen. Toen werd ik eerst. Het heerlijk waterglas. Over een half uurtje begint het. Dus we gaan nu eerst even inlopen. Ik denk een kilometertje op 3-4, niet te lang. En dan kunnen we voor start om 8:30. De benen voelen goed, dus ik ben wel benieuwd. Oké, een beetje kort ingelopen, maar op zich prima. 2 kilometertjes, even een beetje warm worden. Waar is hij? Er is een aparte video met een uitgebreid wedstrijdverslag. Ik zal wel heel kort jullie even meenemen in deze wedstrijd. We gingen flink hard van start en we liepen de eerste kilometer in 2:54. Daar loop ik nog met de nummer 1. Het was pittig om hem bij te houden, maar ik dacht, weet je, ik kijk gewoon hoe lang ik het volhoud. Dat was uiteindelijk niet super lang. Maar het was tof om in ieder geval de eerste kilometers met hem te lopen. De tweede kilometer was in 2:59. Aanmoedigingen vanuit de auto en dit was kilometer 3 en hier is al een flink gat. Christian gaat helemaal los bij de DJ-auto. Yeah! Terwijl ik ergens onder de Van Blienenoordbrug aan het sterven ben. Goeie verdeling. Dit is kilometer 8 en ik ligde behoorlijk af na die te snelle start. Dus ja, ik kan hier nog wel een beetje een handje geven en jee doen, jee, rondje draaien. Want het was wel gezellig, maar van binnen was ik aan het sterven, kan ik je zeggen. Maakt niet uit, we gaan weer naar beneden, dus dat is op zich wel fijn. En na een flinke leidensweg kom ik aan bij de laatste bocht voor mijn mooie tweede plek. Hartstikke tevreden. Van binnen in 31:44 en een mooie tijd voor dit parcours. Dus op zich hartstikke tevreden. Tweede plek, hartstikke tevreden. Dankjewel Christia voor het meegaan. Alsjeblieft. Sowieso Angel. Oké, ik ga naar werk en neem mee. Ik had een opdracht bij City Shapes. Zullen we proberen? Yes. Om verschillende producten op te nemen, zodat ze die op de website kunnen plaatsen. Het was mooi om de lampen weer mee te nemen, een klein studiootje te maken. Ze hadden een klein hoekje wat er echt goed uitzag voor de opnames. Alle koffers en alles weer achterin. Tasje met camera's. We kunnen richting huis. Gaan we trainen. Het is 2:30, dus we zijn wat later. We moeten eigenlijk ook nog lunchen, maar ik ga denk ik even een klein moortenreepje nemen. Dus ik neem even deze en dan ga ik even gelijk lopen, want anders ga ik het niet meer halen. Dus richting huis, even lopen, lunchen en dan kunnen we door. Vette opnames, echt heel erg blij mee. Dat was super tof. Het is 3:00, wat later dan normaal. We gaan lopen, daarna nog even eten, daarna weer editen. Het is een drukke dag, maar wel een fijne dag, want ik heb het echt naar mijn zin. Dus eerst even lopen, let's go. Ik ben heerlijk aan het lopen, ik ben een jelletje op. Ik loop ietsje harder eigenlijk dan een duurloper moet zijn, maar... Ik weet niet, ik heb even zin om ietsje harder te lopen dus vandaar. Dus gewoon lekker duurlopen, maar dan iets meer dan. Net klaar met de ronde van West video. En Chris heeft gelijk eten gemaakt. Ach, Angel, ik heb echt trek. Het is 7:45. Nu in ieder geval lekker eten. Dit was hem tot en met woensdag. Vrijdag gaan we de double threshold doen in plaats van donderdag. Omdat de wedstrijd op dinsdag was. Even een dagje extra rust. En op zaterdag en zondag gaan we weer lekker doortrainen. Zondag misschien nog een langere training. In ieder geval leuke trainingen voor de boeg. We hebben ook nog een leuke video-opname opdracht op zaterdag. Dus volle agenda. We gaan lekker door. Ik heb er heel erg zin in. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Like, subscribe, you know. Je kent het wel.